Met Van Dijk. Waarmee kan ja, u van dienst hallo, zijn? Hallo, ik spreek met Renske Huizen. Ik heb een beetje een rare melding, maar mijn overbuurman, ik denk dat hij zijn vriendin slaat. En dat is sowieso nogal een jong meisje, wat een beetje raar is. Dus, Sorry dat ik even onderbreek, maar is dit nu gaande, mevrouw? Oh, nee, het is alweer een tijdje geleden hoor. Maar ik dacht, ik bel toch even, want ik zie het wel redelijk vaak gebeuren. Dat is heel goed, mevrouw. Ik ga even een melding maken voor het basisteam. En dan kunt u even een afspraak maken met de wijkagent. Oké, super. Ontzettend bedankt, hè? Joe. Fijne dag nog. Ja, dag. Bunt, Max van Dommelen, politie-eenheid Den Haag. Ja, ja, kom binnen. Wil je koffie? Graag, zwart alstublieft. U had een melding gedaan van huiselijk geweld. Ja. Kunt u misschien toelichten wat u precies heeft gezien? Nou, het begon een aantal weken geleden en ja, ik heb niet zoveel te doen overdag. Dus ik heb gewoon wel vaker gezien dat de overbuurman wat grof doet tegen zijn vriendin. En uit zich dit verbaal, fysiek? Ja, dat wisselt een beetje. De ene keer dan schreeuwt hij heel erg tegen haar en de andere keer dan is het ook wel fysiek, ja. Mm-hmm. En ja, ik begrijp sowieso al niet wat zo'n jonge meid met een manmoed van 60 allemaal niet als ze zo behandeld wordt natuurlijk. Hoe bedoelt u jonge meid? Nou, er zit wel 40 jaar tussen. Pff, dat is wel heel veel. En waarom heeft u besloten om nu pas contact te zoeken met de politie? Ja, ik hou mij daar liever buiten. En dit heeft zich allemaal afgespeeld op nummer? 32. Goed, we gaan een onderzoek instellen en het kan zijn dat we komende dagen nog contact opnemen voor wat aanvullende vragen. Okay. Maar uiteraard blijft deze melding anoniem voor de tegenpartij. Oké, okay. Ja. Okay, heel fijn. Ja, heel erg bedankt. Wat vond je van die vrouw? Hoezo? Nou, had je niet het gevoel alsof er iets niet klopte? Ze vonden het een beetje spannend, meer niet? Ja. Ja, maar ze reageerde net apart of zo. Je kijkt te veel series, Max. Je ziet dingen die er niet zijn. Laat het gaan. Goedenavond. Mijn naam is Barbara Bunt en dit is mijn collega Max van Dommelen van de politie-eenheid Den Haag. Kan ik u helpen?
Bent u de enige hoofdbewoner op dit adres? Ja, met mijn man samen. Jan, kom eens. Dag, wat is hier aan de hand? Er woont er verder niemand op dit adres? Nee, wij met z'n tweeën, al 25 jaar. En onze jongens zijn al jaren de deur uit, dus... Hallo, mogen wij u nog een paar vragen komen stellen? Ja, ja, tuurlijk. Uw overbuurman mishandelt zijn jongere vriendin, toch? Ja. Vertel me eens, hoe kan het dan dat toen wij net voor de deur stonden, er geen jong meisje was? Dat kan niet. Dat kan niet. En hoe kan het dan dat een 60-jarige vrouw de deur opendeed? Je liegt. Je liegt gewoon. Zie je, ik had nooit de politie moeten bellen. Ik wil dat je nu mijn huis uitgaat. Ga mijn huis uit. Ik wil dat je nu mijn huis uitgaat. Oh, jullie moeten mij niet hebben. Ik ben niet gek. José, hebben jullie nog een auto vrij voor de 2401? Ik ben niet gek. Klaar, politie. Ik hoop dat je gelukkig wordt. Wees een smeerlap. Ik heb je wel gezien met die meisjes.